Of is gevaarlijk. Zo'n stuk steen in je Pirelli voorband. Ja, als het een beetje beweegt, het shot ligt niet aan de cameraman. Deze auto is nou eenmaal ja, wat sneller. Dus krijg je ooit een keer de kans om in een McLaren 720S te stappen? Doe het, maar je bent gewaarschuwd. Misschien moet je ook gewoon al even gedag zeggen thuis. Het zou kunnen zijn dat je niet meer terugkomt. Hé, hey, banden. Pirelli P-Zero's zit hieronder. Dat heeft deze auto nodig, van dat kleverige rubber. En hoe meer dat kleeft, hoe meer downforce er gecreëerd wordt met aero op de auto. Hoe harder je door een bocht kunt en zo. Die wil je niet stuk rijden. Voor zijn ze 24 centimeter breed. Achter zijn ze 30 centimeter breed. Deze auto, jongens. Ik moet je eerlijk zeggen, toen McLaren heel lang geleden met die 612P Huppelde Pup MP30, weet ik veel hoe dat ding heette, op de markt kwam, had ik zoiets van... En ik mocht ermee rijden en ik kon er nog eens mee rijden. En er zat geen emotie in. Ik vond het trouwens ook niet zo best gebouwd. En vanaf dat moment had ik zoiets met McLaren. Maar dat is niet meer. Het is echt, het is zo'n gaaf merk. Een tijd geleden in de Senna gereden op Estoril in Portugal. Waanzinnig snel. En deze auto heeft veel weg van die McLaren Senna. Die motor achterin, weliswaar zonder het hybride gedeelte, komt uit de Senna. Het is, wat betreft de kwaliteitsbeleving, is het zo sterk vooruit gegaan. Het zit mooi in elkaar, het klopt. Je kunt er zelfs enigszins comfortabel mee rijden. En neem nou bijvoorbeeld die stuurbekrachtiging. Hè? Bij Ferrari, of het nou een 488 is of een 812, zo'n ding stuurt vreselijk makkelijk rond. Heel licht, te licht. En dan komt er dat hij volledig elektronisch is. En bij McLaren hebben ze een elektro-hydraulische stuurbekrachtiging. En dan heb je gevoel in die besturing. En hoe je hierin zit. En wat een overzicht je hebt. En ah, het is meesterlijk gebouwd. En dan is het ook nog eens belachelijk snel. Het is, weet je, je hebt drie van dit soort auto's. Hè? Deze McLaren 720S. En dan heb je een Porsche 911 GT2 RS. Wil ook nogal vooruit. En dan heb je ook nog zoiets als een Ferrari Pista. En de ene is misschien een fractie sneller dan de ander. Jij, ik, wij, gewone stervelingen, gaan het nooit ervaren welke sneller is. En dan moet je de Max Verstappen of even die kornuiten in de Formule 1 moet je achter het stuur zetten. En dan zit er nog steeds een stukje persoonlijke beleving in. Hè? Voorkeur, smaak. Of een Ferrari nemen? Een Ferrari is glimmers, is lawaai. Een Porsche? Een Porsche is een Porsche. Dat is natuurlijk ook, dat wil je ooit in je leven hebben. Nou, misschien lukt het dan nooit. Of een McLaren. McLaren, dat merk dat in de Formule 1 zit en dat eigenlijk relatief gezien nog helemaal niet zo lange auto's bouwt, ja, die kunnen dat heel erg goed. Echt heel erg goed. Hoe dit schakelt. Die flippers. Vreselijk snel van verzet wisselt het. We hebben er 7. Die motor is vierkant. Oftewel de boring en de slag, die komt heel erg overeen. Waardoor je zowel heel veel vermogen hebt als heel veel koppel. Dus je kunt hem heel relaxed rijden. Hup, in de 7e versnelling, 80, druk. Klein beetje gas, gaat hij vooruit. En dan wordt het wat minder druk. En dan schakel je er gewoon 5 terug. En dan heb je wielspin. Gewoon wielspin. Op de snelweg met 120 km per uur. Met die plakkende Pirelli's achterin van 30 centimeter breed. En een cameraman die het helemaal niet naar zijn zin heeft. En dat is de McLaren 720S. En voor al die mensen die het merk een warm hart toedragen, maar die zeggen van ja, maar er zit geen emotie in. Want die dingen die schreeuwen niet en die klinken niet. Nee, dat is waar. Dat doen ze niet. Er is een pure focus op snelheid. Maar onthoud dan één ding. Er zijn inmiddels best wel wat plekken in de wereld waar heel veel autogeluid niet meer gewaardeerd wordt. Bijvoorbeeld in Monaco met de hoogste dichtheid qua hypercars. Daar staan geluidsmeters opgesteld omdat ze het niet meer willen. Ze willen daar niet meer die tering herrie van die jankende 12, 8 en 10 cilinders. En bij McLaren hebben ze dat een paar jaar geleden goed doorgehad. Het gaat niet om het geschreeuw, het gaat niet om, om het lawaai. Dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat maar om één ding. Hij moet heel erg hard gaan.
Jezus jongens. Wat een auto. Deze auto is zo extreem gefocust op snelheid. En natuurlijk, het is een McLaren. McLaren is ooit ontstaan. En ze hadden maar één doel. Dat we hele snelle raceauto's maken. Die moesten alles winnen. En dat lukt tegenwoordig eigenlijk niet meer zo heel erg vaak. Maar dat gaat misschien wel weer gebeuren. Als McLaren Formule 1 met Mercedes motoren gaan. Daar hebben we het eventjes niet over. Het is even geen Formule 1. We zijn hier op straat. In de stilte van Duitsland. En daar komt deze auto extreem goed tot zijn recht. Hij is zo waanzinnig snel. Alles is gefocust op snelheid bij de ontwikkeling van deze auto. De motor, een V8, dat is het hart van de auto. Maar die zitten ook op de plek waar het hart hoort. In het midden, precies in het midden. Dus de juiste gewichtsverdeling. En dan gebruikten ze eigenlijk telkens die 3,8 liter biturbo V8 bij McLaren. Maar dat was niet genoeg. En dan kun je zo'n motor vergroten. En dan de oploffing die er plaatsvindt in die motor, die is dan groter en sterker. En dan komen er meer pk's uit. Nou, dat hebben ze gedaan. Het is een 4 liter geworden. Maar die motor is voor 41% veranderd ten opzichte van de originele 3,8. Twee turbo's. Die turbo's die draaien maximaal 160.000 toeren. De achterspoiler, luchtremmen. Stel je voor, je bent eigenaar van een McLaren 720S. Dan kun je dat ding in je tuin plaatsen. Dan druk op een knopje, gaat die achterspoiler omhoog. En dan kun je er een paar biertjes op zetten en een beetje met je vrienden opleunen. Maar daar is die eigenlijk niet helemaal voor bedoeld. Het is een achterspoiler, dus die zorgt ervoor dat de lucht daar opkomt en dat de auto naar beneden doet. Maar dat was niet genoeg bij McLaren. Hij moest ook fungeren als luchtrem. En als je dan keihard op dat pedaal trapt, hè, dan heb ik het dus over 100 kilo of meer. Heb je heel veel remvermogen door de keramische schijven, zo groot als een frisbee, dan rent die auto extreem hard af. Maar die achterspoiler die kipt omhoog, die houdt de lucht tegen, dat remt af, dat is een kleinigheidje, maar je drukt vooral die achterkant van die auto naar beneden. Dan heb je dus nog meer contact met het asfalt. Hallo! Hallo, een Big Mac, 2 cheeseburgers. De auto kost 320.000 euro, dus moet ergens vandaan komen. Hè? Gewoon even lekker cheap lunchen. Ja, ik heb wel een belofte in te lossen. Hè? We zouden 300 plus proberen te gaan. Dat gaan we doen. Belofte maakt schuld. Ook eventjes vertellen wat we volgende week gaan doen. Dan namelijk gaan we kijken naar de auto die ik heb gekocht. Die wordt alleen op dit moment afgebouwd. Is een bijzonder ding. Een paar dingetjes vertellen. Achterwielendrijving, licht, white body. Volgende week zie je hem. En probeer eventjes te abonneren, hè? Dat kan. Al is het maar, zodat ik dan die nieuwe auto van mij kan afrekenen. Sorry.